Hi guys! Zoals jullie weten ben ik al... het gaat echt richting de 5 jaar dat ik single ben. Het is al zo lang, het is letterlijk 4,5 jaar geleden dat dit artikel uitkwam. In het begin was ik er helemaal chill mee en vond ik het fijn om alleen te zijn. En vond ik het heel fijn om gewoon aan mezelf te werken en gelukkig te worden met mezelf voordat ik iemand anders zou toelaten in mijn leven. En op een gegeven moment werd het 3 jaar en werd het 4 jaar en werd het 4,5 jaar. En nu zijn we rond de feestdagen en elk jaar als de feestdagen weer om de hoek staan, dan denk ik weer, oh god. Oh, daar gaan we weer. En dan al die mensen die zo laffy-daffy leuke dingen gaan doen. En laffy-daffy en dit en dat. En ik zit dan in mijn eentje op de bank thuis kerstfilms te kijken waar mensen verliefd worden. Dus ik ga voor een dag een vriendje huren. Ik heb hem gevonden op het internet. Ik heb 1 fotootje van hem gezien. Voor de rest weet ik helemaal niks van hem. Ik ga nu zo naar Amsterdam. Daar ga ik hem ontmoeten. En we hebben een hele dag volgepland met dates en romantiek. En ik hoop dat dit mijn FOMO naar een relatie rond de kerstperiode een beetje wegneemt. Dus let's go to Amsterdam. Ik heb mijn live locatie met hem gedeeld. Dus als het goed is, moet hij mij kunnen vinden. We hebben afgesproken bij de schaatsbaan op Museumplein. Ik moet heel nauw naar de wc. Volgens mij is het teftens, het is teftens druk. Wat de fuck is hier gaande? Camera's? Oh, ik dacht dat het echt een heel romantisch uitzag, maar dit is het. Is dat heel romantisch? Ik vind van niet. Er lopen ook allemaal mensen op het ijs. Waarom? Eeuw. Ik had echt gedacht dat het heel romantisch zou zijn, maar ik vind het echt een beetje trash. Kijk dan. Oké, ik sta bij de ingang. Dit is de ingang. Ja, het is nu wachten. Volgens mij is die er bijna. Oh my god. Oh god. Hij is gewoon te laat, hè? Gewoon huur ik je in voor een date, ben je ook nog te laat ook. Maar ik ga punten tellen deze hele date, hè? Ik sta hier alweer 20 minuten bijna. Awkward, the house. Ik zie hem. Oh my god. Daar is hij. Kijk nou, hij heeft een bos bloemen. Ja, hij is aan mij aan het zoeken met een bos bloemen. Hij ziet mij nog niet en hij ziet me. Ah! Oh. Daddy! Hallo! Hallo! Je bent nog mooier in het echt dan op de foto. Oh my god. Dit is mijn date vandaag! En onze date wordt gevlogd. Want jij bent een vlogger, toch? Ja. Oh shit. Nou, eigenlijk moet ik dit op je hoofd kapot slaan, want je bent hebt meer 20 minuten laten wachten. Dit gaat van je rating af, je krijgt geen tip. Oh, je bent zoveel mooier in het echt met je foto's. Ik heb helemaal geen filter nodig. Nee, je hebt echt veel nodig. Maar even voor jullie, je ziet er echt leuk uit. Ik heb er zonder grappen. Jij ook, helemaal netjes. Je bent een beetje netjes. You are dressed to impress, honey. Ik heb thermo ondergoed aan. Gezellig, Jessie. Gezellig. Oké, volgens mij moeten we hier gewoon naar binnen. Dit is een soort hele scherpe golden hour. Hele scherpe, dit is een golden shower. Ah, oh, wel cute, al die schaatsen zo. Dankjewel. Deze zijn nat van binnen. Dit is zo cute, en die brug. Ah. Ik vind het echt een beetje trash, kijk dan. Dit is echt cute, wacht even kijken aan de andere kant. Daar komt iedereen langs schaatsen. Schaatsen zomaar de beste date van hun leven voorbij. Oh, baby. Ik zie gewoon een zakje zoet en een kaas. Is het koud? Het midden is warm en de chips is gewoon goed uit de vriezer. Let me koud. Maar die saus is snel warm. Oh, echt koud. Zijn dit de nieuwe Balenciaga's? Oh nee, canceled. Wat je maakt? Oh, wat erg. Fuck me life. Ik moet even wennen, hallo? Mijn date, waar is mijn date? Oh, maar het Rijksmuseum achter ons. Cute. Ik vacht eruit, ik rij weg. Hallo, ik heb weg. Kom weg! Voordat je dan meteen wordt aangereden. Kan je niet achteruit schaatsen? Ik kan wel achteruit lopen.
Even filmen we aan de hand gaan schaatsen, dat is wel cool. Oh nee! Hi! Isn't she beautiful? Dit is mijn date. Zijn jullie al jaloers op mij? She's the queen of the Netherlands. And I'm on a date with her. Ik val bijna met je telefoon in mijn hand. Echt cute. Oh, nu is het mooier. Lief. Nu begint het mooier te worden, hè? Ah. Oh, voor de mensen thuis, Jessie heeft echt de zachtste lippen. En ook een beetje gloss. Wat hebben we erop zitten? Is dit Kirsten? Ja, natuurlijk. Is dit Kirsten? Ja, natuurlijk. Ja, die kinderen zijn snel, dat is niet te doen. Oh, daar gaat ze, daar gaat ze. Jij gaat mij niet eens vooruit kijken. Hallo? Ga door. Ik ga hem eens vooruit. Doe je. Nee. We trekken gewoon. Je kan daar niet op zitten. Kijk, je moet het zo doen. We trekken gewoon krassen in het ijs. Ik heb de Jessie, het is echt koud, dus we krijgen rode wangen. En dan komt zo. Ik heb ook rode wangen. Oh, je ziet nu die damp niet. Ja, ja. Sponsored by Cursed Cosmetics. Als ik ga ik je duwen, ja. Jij botst gewoon tegen iedereen. Nee, ik zit gewoon niet te kijken. Titanic. Wat is dat nummer ook alweer? Maar we always... Nee, dat is niet alweer op dat. Dat is het niet, hè? Nee. Jawel, het is My Heart Will Go On van oh, Celine Dion. Hoe gaat het hier weer? My Heart Will Go On. Ja, maar ik iemand klapte mij gewoon op mijn zij. Dat kutkind, ik ga hem slaan. Wil jij niet aan mij zitten? Zullen wij hem pakken? This. Like Jesus said. Kapot cute. Meneer. Vind jij leuk om mee op date te gaan? Ja? Ik heb echt naar mijn zin. Ik merk deze date echt naar mijn zin. Trouwen, kinderen, 3. 4. En ook verhuizen naar Spanje. Oeh. Ja, maar hoe gaan we ooit nog in de schaats? Oh. Hey, ik heb een date idee. Ik neem je mee naar de bioscoop. Oh, wat leuk, wat toevallig. Ik neem je mee naar de bioscoop en dan gaan we daar op een last seat zitten. Popcorns erbij. Wat dacht je daarvan? Lekker, hè? Zo leuk. Lekker schat. Filmpje met mijn lekker. Zo meisje. Leuk. Daar gaan we heen. Daar gaan we heen. We got tickets. Dit is echt romantisch. Hele zaal voor onszelf. En 4 anderen. Oh. Oh. Ja, wel vangen. Het is voor je. Hier, vang. Hoe vind je de date gaan tot nu toe? Ik voel me een stuk minder alleen met Kers. Ik kijk het nog even aan. Beetje de kat uit de boom kijken. Ja, weet je, je was natuurlijk wel duur. En je hebt me 20 minuten laten wachten. Ik heb een cadeautje voor je. Alle escort money die je mij betaalt, ga ik terugstorten. Doe maar doneren. Naar de COC. Dit was toch niet betaald? Ja, dat zouden we niet zeggen. Dat mochten we niet verklappen. Shit. Ik heb jou zeg maar betaald en wij kennen elkaar. Oh shit. Ik ga opa. Ik denk dat dit de allereerste keer in mijn leven is dat ik bij een film wegloop. Dat is de eerste keer voor mij ook. Dat is zo slecht.
zo slecht. Ik heb ook niet zoiets van, oh, ik ga op internet opzoeken hoe het afloopt. Because I really don't care. Nee, geen van de karakters was likable. Ik wilde eigenlijk dat iedereen doodging. Nou, dankjewel voor de geweldige date. Het was echt heel leuk. Heb je nu mijn geld? Afterpay, toch? Dat is klaar na. Betaal in delen. Hi. Hi. Ja, natuurlijk. Ja, ik vond het een waar genoegen. Ik vond het heel gezellig met je. Bye. We're officially dating. Wil je met me trouwen? Wacht even. Ik krijg mijn ring niet af. Wil je me? Zuig hem eraf, baby. Zuig hem eraf. Nee. Weet je, fuck jou. Weet je, bro? Nee, ik vond het heel gezellig en leuk. Willen we elkaar nog een keer zien? Jij mag eerst. Wel, maar de romantische klik wat minder, dus... Ik zou heel graag een drankje met je willen doen als vrienden. Ja. En dan ook dat nooit gebeurt. Ja, ja. En dan zo'n tekst, en dan komt er nu een tekst in beeld. Ze hebben elkaar nooit meer gezien. Even lachfoto. Ja. Oké. Nou, doei. Doei allemaal. Doei.